Ga nou niet als een blinde weer schieten, Martin. Dit is hier goed. Nou, we hebben hier een terrein van 4 hectare en dat is de eerste voetbalgolfbaan van Nederland. Ik ben in Schildwolde en ja, we gaan iets doen, voetbalgolf. Het woord zegt het al, je speelt het met je voeten in een normale voetbal. En de bedoeling is, net als bij golf, om in zo weinig mogelijk beurten de bal in de holes te scoren. Eindelijk gaan we iets doen wat ik kan winnen. Ja. Die is echt schandalig slecht geworden. Ik heb de regels niet gemaakt, Joop. Ja, maar die is toch gewoon slecht. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, een beetje spelende wijze eigenlijk. We gingen vaak met de kinderen zondagmiddag wandelen in het bos of op het strand. En de oudste, we hebben twee meisjes die voetbalden heel graag en die liepen altijd met een bal. Dus op een gegeven moment was het van schiet eens tussen twee bomen door of probeer een boom te raken of iets dergelijks. En toen dacht ik van, hé, daar kun je wel iets heel leuks mee doen. Joehoe! Er staat onder andere een goal uit het Oosterparkstadion. Toen die gesloopt is, hebben die van de slopers gekocht, gerestaureerd. Daar staat een keeper in, die hebben we Gomez genoemd. Op 9,15 meter staat een vlaggetje van de muur. In de muur staan nog twee Duitsers. En dan moet je de bal in de goal schieten. Nou, daar hebben allerlei beroemde spitsen goals in gemaakt. Van Basten, Cruijff, Drent. Dankjewel. Om maar eens een rijtje te noemen. Iedere hole heeft de naam van een beroemde voetballer. En de traptechniek die je het beste kunt gebruiken op die hindernis, is ook de specialiteit van die voetballer. We hebben de Zidane, dat is een katapultachtige boom met een net erachter. Die is heel erg moeilijk. Dan moet je de strakke vrije trap kunnen nemen. We hebben de Messi, daar gaat de bal door een heuvel. En die hebben we genoemd op onnavolgbare wijze scoren, want je ziet de bal niet meer. Nee. We hebben achter in het veld hebben nog een hele mooie hindernis. Die hebben we KK genoemd. Dan moet je de bal in het doel schieten, maar dan komt hij via een helling terug in de hole. Net als bij een flipperkast via twee geleiders. Ja, dat vind ik de leukste hindernis. Je hebt de naam wel uitgezocht, hè? Ja, ja, ja. We hebben erover nagedacht en goed gekeken waar die voetballers goed in zijn. Nou, daar had ik nog een wens. En die wens die komt eindelijk een keer uit. Toen ik vroeger dat er bij Groningen kwam, liep er één speler bij. Ja, waar ik gewoon een hele grote fan van was. En ik ga 1-1 spelen tegen. Ja, kijk maar, cameraman. Harris Huizing. Hey Harris, we moeten wel wat opzetten, vind ik hoor. Opdrukken, ja? Ja, is goed. 40 keer? Nou, dat gaat me niet lukken. 20 keer. 2 keer 20. Mooi, gelijk nog houden. Joop. Nee! Nee! Ah. We doen het niet onhalen. Oh. Nee! Oh, dit is nee! Oké. Okay. Maar zo kun je er ook niet bij, Martin, hoor. Twee. Nee. Zo! Oh! Oh, 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 oh. Hij krijgt een paar klappen, jongen, vandaag, die Drent. Oh, even poppen. Heb je even? Jezus, Harris. Lekker hoor. Daar hebben wij nog tijd voor. Hey. Ah, laatste hol. Ja, dan moet hij via die paal, via die boom moet hij erin. Bring it on down. Nee! Better get on down. Heeft hij al gewonnen? Nee, het verschil was te groot, Harris. Oké, jongen, dankjewel. Houd in dat ik 2 keer 20 keer op moet drukken. Ja, haal je dat? Jawel. 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29, ja. 30, 38, 39, 40, jongen. Oké, vriend? Ja. Goed gedaan, jongen. Vond het leuk, Harris. Ik ook. Mooi spelletje, doen we vaker.